Begin 19e eeuw is Amsterdam failliet. Moet je kijken hoe dat eruit zag. Echt niet te geloven. Een stad in verval. Armoede. De cholera slaat toe. Oh, shit. Kijk, nou pakt hij jouw huidje. Nou, je kan niet zeggen dat dit geen pijn doet. Een armenarts kan het niet langer aanzien. Servati. Samuel Servati. En er komt schoner drinkwater. Wat zou dat toch geweldig zijn als we dit mooie water ook in Amsterdam zouden kunnen drinken. De stad ontwaakt weer. Gaat weer bouwen. Daar kan je wat aan doen. Ik kan het gewoon weer herbouwen. Wat is er in godsnaam op tegen? Er kondigt zich een nieuw tijdperk aan. Ik ben bang dat ik een hartaanval krijg. Ja, ik heb geen zin in het risico. Het is voor die meneer. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam in mijn gedachten is de mooiste stad van ons land. Als ik aan de Amsterdamse grachten denk, denk ik vooral aan smerig water. Niet zo'n beetje smerig. Maar nu zwem ik erin, tijdens de Amsterdam City Swim. Een beetje gek is het wel. Oh, mijn medaille. We hebben met z'n allen in het water gelegen. En we hebben het overleefd. Ja. Maar ik herinner me volgens mij uit mijn eigen studententijd nog dat als je toen te water raakte, dan kon je meteen je prikken gaan halen. Ja, ja. Nou, het is ook in die tijd nog. Het is 87 geweest. Het moment waarop de grachtenpanden niet meer loosden op de gracht. Dus pas vanaf 1987 wordt het afvalwater afgevoerd met de riolering naar de zuivering. En tot die tijd lag het hier vol stond. Ja. Ja. En van dat imago hebben de grachten nog steeds te lijden. En? Het ziet er best helder uit, maar dat zegt natuurlijk nog niet zoveel. Dat lijkt mij niet. Zou jij drinken? Nou, laat ik dat niet doen, maar ik zou er ook niet tegenop zien. Want iedereen die hier gezwommen heeft, dat heb je wel gemerkt, krijgt slokken water binnen. En ja, ben je gezond, krijg je er niks van. De kwaliteit van het water wordt door Waternet op verschillende punten gemeten. Zou het zo schoon zijn dat er zelfs vissen in zwemmen? We hebben beroepsvisser Piet Ruiter gevraagd om een nacht fuiken te zetten in de Keizersgracht. Hartje Amsterdam. Kijk, mooie snoepbaars. Heel erg lekker. Oh, we zullen hem even opmeten. Dat is ook wel aardig. Nou, 51 centimeter. Ja, in Frankrijk, Zwitserland zijn ze er dol op. Zal hem laten zwemmen? Laat niet. Heerlijke baas. 36. Een visrijk gebied hier. Draagje.
Mensen hebben natuurlijk een foute voorstelling van die grachten. Die denken dat het allemaal vies is en vuil. En dat is al jaren niet meer zo natuurlijk. Het is niet meer zo vuil als vroeger dat het vol lag met matrassen. En moet je er niet eens doorheen varen, bij wijze van spreken. Nou, we moeten een schatting maken. Wat een verschil met, zeg, 175 jaar geleden. Amsterdam is dan een vieze stinkstad. Bezoekers klagen over stank. We staan nu in de Willemstraat. En dat was vroeger de Goudsbloemgracht. Hij is gedempt in 1857. En dit is een oude tekening daarvan. Ja, moet je kijken hoe dat eruit zag. Echt niet te geloven. Dit was natuurlijk echt smerig. Er is geen riolering. Dus zij gooien hun eigen emmers met plas en poep. Gooien ze in die grachten. Maar ze halen ook vers water om te drinken hieruit. Want... Vers water? Ja, vers water. Zo drinkwater halen ze hieruit. Want dan is er die waterleiding nog niet. Die kades hier, die gewoon afbrokkelen als een kapot gebit. Ja, ja. Het is wel een gruwelijk beeld van wat er van die stad geworden is. Het is... Amsterdam, de stad die in de Gouden Eeuw de navel van het universum was. En dit is wat er van over is. 1830, failliete stad. Ja, er was geen geld om daar een goede voorziening voor de arme lui te hebben. De ooit zo trotse stad staat er op dat moment nog slechter voor dan... pak een beet Arnhem. Of Assen. Een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. In sommige wijken, de Jordaan of de Jodenbuurt, leven de mensen in krotten. In de jaren zelf al vergeleken met holen. De kindersterfte is er enorm. Een Amsterdamse Joodse arts kan het niet aanzien. De doden, de ellende voor de levenden, de hopeloosheid. Een man met een missie. Sarfati. Samuel Sarfati. We hebben een Sarfati park, straat, kazerne, honderdduizenden jongens gekeurd. Sarfati kade. Sarfati kade. Maar nu de man nog. Wie weet nog wie die man was? Ja, hij was heel belangrijk voor de stad Amsterdam. Hij was arts. En hij was heel sociaal bewogen. En hij wilde de Nederlandse welvaart ontwikkelen en de mensen verheffen uit de ellende waarin ze zaten op dat moment. Sarfati schrijft een pleidooi aan het stadsbestuur. Geen aanzienlijke stad ter beschaafde wereld, alwaar de armoede en het lijden der lagere standen groter is dan in de hoofdstad van ons vaderland. Geen plaats bijna is aan te wijzen waar het cijfer der sterfte zo hoog geklommen is als bij ons. Sarfati richt een broodfabriek op, zodat de armen goedkoop en gezond brood kunnen kopen, gebakken met goed meel. En dus niet vermengd met aardappels of zand. Waarom denk je dat die broodfabriek nodig was? Nou? Omdat die mensen natuurlijk ook geen brood hadden. Nee, en als ze al brood hadden, was het heel slecht brood. En meneer Sarfati was dokter en die kon dus zien... Ja, die mensen eten zo slecht. Dus ik zorg ervoor dat mensen betere boterhammen kunnen eten. En hoe kan dat beter? Door zelf te zorgen dat je goed brood pakt. Nou, en dat deed dokter Sarfati ook. Ja? We gaan weer door. Even kijken. Het stikt in die tijd van de ziektes. In 1832 wordt Nederland getroffen door de cholera. Ook Amsterdam wordt niet gespaard. Die eerste cholera-epidemie, hoe heeft die hier huis gehouden? Enorm. Volgens de cijfers zijn er alleen al op deze gracht in 1932 70 slachtoffers gevallen. Cholerestad. Ja, het woord cholera komt inderdaad van de cholera. Krijgt de kleren, krijgt de cholera. Want dat is de meest dodelijke ziekte op dat moment. Arjen van der Grijn, grimeur van Cote en de Bie en Jiske Vet, brengt me terug naar de jaren 30 van de 19e eeuw. Nou, daar gaat hij. Hups, ziek idee.
Je ziet er veel te gezond uit, man. Een beetje opium. Even kijken. Ik kan het een beetje vermengen. Kijken of ik dat een beetje kan vervezelen. Je bent behoorlijk ziek. Je hebt veel koorts, hoge koorts. Je hebt diarree, flinke diarree. Je zweet heel erg. Je hebt kramp in je buik. Ook soms in je benen en in je armen. Nog een beetje munt indoen. Een gezonde man kon in principe in 24 uur tijd uitgedroogd zijn en doodgaan. Mooi. Zo, even een beetje zo doen. Dan zit meteen die tekening een beetje in. Okay. In de jaren 30 van de 19e eeuw dacht men dat het een besmettelijke ziekte was. Door een smetstof overgebracht van de ene persoon op de andere persoon. Het was heel onwaarschijnlijk volgens de mensen in de jaren 30 van de 19e eeuw dat dat via de lucht of via water zou worden verspreid. Zo. En dat gaan we zo naar de patiënt brengen. Het is wel een ernstige ziekte, hè? Maar er gebeurde wel wat met je lijf, hè? Niet te geloven. Ja, in die ogen. Ja. Die hemelende ogen. Ja, hoe vind je dat? Niet te geloven. Nou, Hans. Oh, shit. Het is echt een beetje daar. De anatomische les van dokter Tulp. Ja, dat kun je zeggen. En dan ben jij Rembrandt. Zo, Hans. Dit gaat mij beter maken. Ja, we gaan een soort ader laten doen door middel van bloedzuigers. Werd veel toegepast. Even kijken of ik er zo eentje... Oh, en jij pakt ze niet met de hand vast. Ik pak ze even niet met de hand vast. Ik stop hem even zo neer. En dan ga ik hier op je arm. Zet ik hem neer en dan gaat hij... Kijken of we hem even kunnen... Oeh. Oh, daar valt hij. Laten we hem even terugzetten. Oké. Kijk, nou pakt hij jouw huidje. Jouw huid. Nou, je kan niet zeggen dat dit geen pijn doet. Ja, nee, het is heel overduidelijk. Hij is nu bezig. Deze bloedzuiger zuigt dus bloed uit je op. En men dacht dat dat de vuile stoffen uit je lichaam kon verwijderen. En het schone bloed bleef achter. De eerste grote uitbraak is 1832? Ja, in Nederland 1832. Begint in Scheveningen in juli, dus, juli van 1832. En dus het eerste geval wordt dan beschreven. En dan plotseling, zo in het najaar van 32, dan explodeert de ziekte. En dan zie je het overal terugkomen. En dan, ja, dan vallen er ook heel veel doden. Zo'n 10.000 doden zijn er wel gevallen in die tijd. Op een bevolking van goed 2 miljoen? Op een bevolking van goed 2 miljoen, ja. Ja. Als derde therapie heb ik voor je meegenomen laudanum. Een drankje bestaande uit wijn waarin opium is in opgelost. En dat is bedoeld tegen de diarree. Ah, gadverdamme. Ja, dit is helemaal niet lekker. Nee, is niet lekker. Ja, goed. Je wordt er high van, dus je gaat in ieder geval vrolijk dood. Maar ga je er minder van dood? Kijk, als we al die middelen op een rij zien... En we kijken van, nou, werkte dat nou allemaal? Ja, nou, soms heeft dat misschien wat geholpen. Maar over het geheel genomen was het toch allemaal niet effectief. Kijk. Nou, het heeft mooi twee wondjes. Ja. Okay. Servati was armenarts, zoals dat heette. Ja. Als arme arts kwam hij terecht in die cholera-epidemie. Ja, hij vond dat zo afschuwelijk om te zien. En hij had echt het gevoel van, nou, dit moet anders. Alleen er was nog niet echt een medicijn, hè, tegen de cholera. En hij wist ook eigenlijk niet zo goed waar het vandaan kwam. Maar Servati legde wel al de link met hygiëne. En hij wilde daar ook echt voor zorgen dat dat verbeterd werd. In die tijd wordt er haast niets gedaan aan het ophalen van vuil en afval. Daar moet om te beginnen iets aan gebeuren. Slechte hygiëne zorgt voor ziektes. Dus die link was al gelegd. En toen was de uitdaging van hoe gaan we dat verbeteren? Hoe gaan we dat oplossen?
En wat zei Sarfati? Sarfati zei van, we gaan het ophalen. En we gaan het de stad uitbrengen. Of in ieder geval naar de rand van de stad. Dat het uit de stad is. Heel ambitieus en heel vooruitstrevend voor zijn tijd. En nou ja, met heel veel tegenwerking van de gemeente heeft hij dat heel langzaamaan wel vorm kunnen geven. En de poep? Wat gebeurde daarmee? Ja, hetzelfde verhaal. Hij wilde dat de poep in emmers werd gestopt en buiten de huizen werd neergezet en werd opgehaald. Dus niet met de gracht in? Nee, maar ophalen en de stad uit. Want je poepte gewoon in de ton thuis, ja. Toch? Zo ja. Ging dat. Ja. Hij had afgesproken met de gemeente dat hij het wilde verzamelen. Om dat naar landbouwgronden buiten de stad te vervoeren. Zodat daar mest gebruikt kon gaan worden. Want door goede mest kon je goed verbouwen. En dan kwam het weer naar gezond eten toe. Dus de stront in de stad is een probleem. Ja. Is afval. Ja. Breng je het naar het platteland. Ja. Is het een oplossing? Ja, absoluut. Dus allemaal blij. Mest maken van poep. Sarfati doet het in de 19e eeuw. En de Amsterdamse riolering begint er nu weer mee. Dit is het uiteindelijke product van de zuivering. Dit zijn bacteriën die eigenlijk onze stront en fiets hebben opgegeten. Dus het stinkt bijna niet meer. Het lijkt wel zand. Maar dat is het niet. Dit is nou struviet. Dat is eigenlijk gewoon een kunstmest. Bewerkte stront. Bewerkte stront. En dit allemaal als erfenis van het werk van Sarfati. Ja, we doen precies hetzelfde, alleen met moderne technieken. Sarfati 2.0, 4.0. Yes. Urinoirs. Ook al een idee van Sarfati. Alleen begrijpen de Amsterdammers in de 19e eeuw er weinig van. Die plassen tegen de buitenkant in plaats van waar het moet. Met als gevolg enorme stank. Sarfati oppert het idee van oppassers bij de urinoirs. Maar de gemeente weigert en veel urinoirs verdwijnen. Intussen verbetert wel de kwaliteit van het drinkwater en komen er tappunten. Slechte adem, man. Knoflook. Zie je? Dus als dat gaat, moet je niet in paniek raken. Rustig houden, want ik heb genoeg de tijd om naar boven te gaan. Rustig houden. Om het water schoon te houden. Dit is een beetje hoe Italiaanse restaurants hun muren sausen tegenwoordig. Dit is dus een drinkwaterreservoir. Ja. Hoe groot, alles bij elkaar? Deze is 100 kuub. Dus een kleine eensgezinswoning. Hè? 40 vierkante meter, 2,5 meter hoog. En vier kamers. Oké, dus dit is het vulgat. Hier kwam het water door binnen. Ja, we zitten hier aan de kant van de gracht. Dus het werd met een schuit aangevoerd. En dan hier de kelder in gepompt. En dit was schoon water? Nou, dit was voor die tijd zo schoon als je het hebben kon. Dus dit werd gehaald met een waterhaalder, met een schuit uit de Vecht. En dat was zo schoon als men het in die tijd had. Dus daar had men het mee te doen. Het is natuurlijk al meer dan 100 jaar verlaten. Hè? Het wordt al meer dan 100 jaar niet gebruikt. Hoeveel mensen in Amsterdam weten dat dit bestaat? Ja, niemand meer. Rivierwater is al een stuk beter dan water uit de gracht. Maar ziek kun je er nog steeds van worden.
Buiten de stinkstad Amsterdam ontstaat een simpel idee met spectaculaire gevolgen. Op dit schitterende landgoed in Heemstede logeert de volksschrijver Jacob van Lennep, samen met zijn vrouw, in de duinen. Wil je een glasje water, Hans? Is dat ook de toon waarop mevrouw van Lennep dat aan meneer van Lennep vroeg? Wel, nee. De dienstmeid deed dat. Dat deed mevrouw zelf niet. Kijk, en toen moet zij een slokje van dat water genomen hebben. En dan zegt ze tegen haar man, wat zou dat toch geweldig zijn als we dit mooie water ook in Amsterdam zouden kunnen drinken. Waar ze alleen maar smerig water hadden. En op dat moment ging Jacob van Lennep, die een hele creatieve en ondernemende geest had, ging hij nadenken, speculeren. En van Lennep die dacht toen van, hier is dat mooie water. Mijn vader heeft hier landerijen waar dat water uit de grond komt. Als we nou eens een net leggen, inderdaad, van hier Heemstede tot in Amsterdam. En daar dat goede water brengen. Wat zou dat fantastisch zijn. Dit klinkt erg als Sarfati. Wat vond hij daarvan? Ja, Sarfati moet dit geweldig hebben gevonden. Hij had alleen niet het geld om dit ook te realiseren. Maar dit was een van de plannen die de hygiënisten echt in de kaart speelden. Een paar jaar later gaat de eerste schop de duingrond in. Een koninklijke schop. Nou, Marita, zie je. Ik ga hem aanpakken. Geweldig. Ooit in handen gehad? Nee, en hier zit het DNA nog van een oranje prins op. Gebezigd door Willem, prins van Oranje, bij den aanvang der werkzaamheden aan de duinwaterleiding. Hij is één keer gebruikt. En het is misschien wel aardig te vertellen dat het prinsje, de 11-jarige prins, mocht het schepje houden. En een maand later schreef hij aan Van Lennep een dankbriefje met, wat ben ik blij met het schepje. Ja. Iedere keer als ik later in Amsterdam zou komen, dan denk ik aan dat memorabele moment dat ik als eerste geholpen heb om het mooie water hier in de stad te krijgen. Dat schrijft een 11-jarige jongen. Dat schrijft een 11-jarige en dat geloven wij. Nou, hij eindigt met, maar nu moet ik weer verder mijn rekensommetjes maken. Ja. En dan gaat het. En waar ging hij de grond in? Hij ging in het duin. Daar zette hij de eerste spade om een kanaal te graven van zo'n 3,5 kilometer. 6 meter breed, 3 meter diep. En dat kanaal diende ervoor om water toe te voeren naar dit verzamelbekken, de Oranjekom. Wat was er allemaal voor nodig om dit van de grond te krijgen? Vrij veel, want hij heeft heel veel pech gehad. Zijn Amsterdamse vrienden wilden geen geld geven. En hij had geld nodig, 2,5 miljoen gulden in de tijd, om het project te doen slagen. Het was echt tegenwerking. Men geloofde niet dat het een project was dat iets zou kunnen opbrengen. Waar heeft Van Lennep de investeerders uiteindelijk vandaan gehaald? Engeland. In Londen, in 1840, had men hetzelfde kunstje gedaan. Ook een drinkwaterbedrijf gestart. En die Engelsen wisten hoe profijtelijk dat wel niet was. Ga je gang. Naar u, madame. Lijkt dit nog een beetje op wat het was in de jaren 1850? Het is denk ik heel weinig veranderd, ja. Het is nog steeds de verzamelkom waar Amsterdam voor 2/3 uitdrinkt. Met andere woorden, als ik hier nu inspuug, dan kan ik dat straks, als ik terug ben in Amsterdam, mezelf op te drinken. Wat een akelige gedachte. Wat een akelige gedachte. De zuivering hierachter is daartoe meer dan in staat. Nou, wat denk je? Zo. Laten we hem hier eens neerzetten. Gaat dit? Ja, ik kom aan die kant.
van Lennep. Hier staat hij nou, ja. Met aan de achterkant kan hij kijken tot in Haarlem, de duinen, daar waar het begonnen is. En met de voorkant kijkt hij dus de richting van de stad waar dat water straks zal komen. Hier randje, Amsterdamse binnenstad, hier kwam de waterleiding uiteindelijk aan. Wanneer? Ja, natuurlijk, dit is de poort, hè, dus de afsluiting van de stad in die tijd. En hier kwam het aan in 1853. 1853, twee jaar nadat de schep de grond in is gegaan, ja. Dus 2 jaar hebben ze gedaan over die 25 kilometer onder de grond de Engelse buizen aan te leggen. Het kwam niet thuis, het water? Nee, dat zou nog even duren voordat het echt in de huizen aangelegd zou worden. Dat was natuurlijk nog een volgende stap. Het begon met een aantal tappunten. Dus punten waar je voor 1 cent per emmer het water kon krijgen. Ik vind dat hij een standbeeld verdient. En die man die zorgt er nog steeds voor dat we nu het beste water van de wereld ongeveer hebben als je naar de grote steden kijkt. Dat is een heerlijke schone duinwater dat we elke dag gewoon maar gebruiken. Dat hebben we te danken aan deze man. Dus elk glaasje water dat je drinkt moet je eigenlijk zeggen dankjewel meneer Van Lennep. En dit zou een prachtige plek zijn. Ja, dat is bijna ontroerend om te zien hoe hij hier thuis hoort. Ja, dit is schitterend. Hier moet hij staan. Betere hygiëne in de stad, schoner drinkwater. Het helpt. In 1866 wordt Nederland weer getroffen door een cholera-epidemie. Op een bevolking van 3,5 miljoen sterven 21.000 mensen. Maar in Amsterdam is dat aantal relatief laag. Lager dan in andere steden. Sarfati moet er blij mee zijn geweest. Maar met een betere hygiëne zijn we er nog niet. We moeten ons ontwikkelen, vindt hij. We moeten leren. Sarfati komt met een plan voor een paleis voor volksvlijt. 1,5 keer zo groot als het paleis op de Dam. Eerst stond er een lucifersdoosje. En toen is er na een aansteker bijgekomen. Dat waren de woorden van Hugo Brand Corsius. Volgens mij is het een pak bankbiljetten en een rol munten. Nou, ja. Dit staat er nu dus. Nederlandse Bank. Maar niet lang meer. Want? Nou, het ziet er nou toch echt wel uit dat we na vele jaren... Het ziet er nou uit dat het toch gaat lukken om het weg te krijgen en het paleis van volksvlijt te herbouwen. Wacht even, leg mij even uit. Dit willen jullie weg en dan dat oude paleis voor volksvlijt... Daarvoor nee, in de plaats. Nieuwe paleis. Het nieuwe. Waarom dat ding terug? Omdat het een prachtig bouwwerk was. En eigenlijk begon daar de moderne bouwkunst mee, met metaal en glas. De altijd vernieuwende Sarfati botst geregeld met de Amsterdamse wethouder van publieke werken. Teding van Berkhout. Ook wel Treuzel van Berkhout genoemd. Er is altijd gedoe met vergunningen. Zoals vlak voor de opening van het Paleis voor Volksvlijt. De wethouder wil de bovenste etage van het paleis laten slopen, omdat het volgens hem hoger is geworden dan de oorspronkelijke bouwplannen. De gemeente deed niet mee. Nee, nou ja, die faciliteerde de grond, maar niet financieel. Dus er is een inschrijving geweest waar ze 1 miljoen... gulden aan aandelen hebben uitgeschreven. En dan zie je dat dat een heel breed initiatief is. Ja, wat mensen van koninklijke bloeden doen daaraan mee. Maar ook een boer uit de Achterhoek die koopt een aandeel. Dus die rare Joodse armenarts die kreeg via crowdfunding zomaar 1 miljoen bijeen om zo'n paleis neer te zetten. En dat een initiatief dus, dat werd gesteund door heel Nederland. En niet alleen maar Amsterdammers of hele rijke mensen. Maar nou ja, voor 2,50 kon je dan ook een aandeel kopen. Het Paleis voor Volksvlijt heeft er maar kort gestaan. In 1929 gaat het in vlammen op. De stad Amsterdam verliest een monumentaal bouwwerk. Er is iets wat ik merkwaardig vind. Deze man is een armenarts, zet zich in voor de paupers hier in de stad. En ineens maakt hij een ommezwaai naar een pronkpaleis voor de stad. Wat is het verband? Wat wil hij? Hij was heel sterk voor het welzijn, voor de gezondheid van zijn patiënten en voor de mensheid in het algemeen. Welzijn kan niet zonder welvaart.
En daar moest iets gebeuren. En toen was er in 1851 de eerste grote wereldtentoonstelling in Londen, in het Crystal Palace. Daar is hij heen gegaan en hij kwam terug. Buitengewoon gedesillusioneerd over wat Nederland allemaal presteerde. Want het was een internationale wedstrijd van geïndustrialiseerde naties. Nou, Nederland op die hele ranglijst eindigde onderaan ex aequo met het Vaticaan. Nou, dus dat niveau had Nederland. Dat kon zo niet langer. Dus hij ging terug naar Amsterdam, nam het initiatief voor een vergelijkbaar gebouw. Nu zeg jij, welzijn kan niet zonder welvaart. Maar hoe ging dat gebouw welvaart brengen? Het was een soort schouwvenster voor zowel consumenten als voor producenten om te laten zien wat voor goede materialen, gezonde materialen en hoe mooi dat ook gemaakt is, hè, om dat te laten zien. Dus het is een plek om de vooruitgang te laten zien en tegen mensen zeggen, kom op, dit kunnen wij en nog meer. Ja. Hier het Paleis voor Volksvlijt. Uittorenend boven alles. Dit was de rand van de stad. Dat is wel mooi, hè? Ik vind het echt een hele mooie foto. Gaan we hem nog terugkrijgen? Ik denk ooit wel. Niet precies hetzelfde, want dat zou ik ook dus een beetje armoedig vinden. Maar er zijn twee redenen waarom Wim T. Schippers wel wat optimistisch kan zijn. De bank is natuurlijk een verschrikkelijk gebouw. Daar, op die plek. De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank. En die gaat waarschijnlijk ook een keer mee naar de Zuidas. Of in ieder geval hoeft hij niet per se daar te zitten. En ik denk dat heel veel mensen wel voelen voor iets dat met Volksvlijt te maken heeft en net zo mooi is. Maar die Nederlandse Bank, die heeft u in gedachten al gesloopt? Nou, ik denk dat elke Amsterdammer die in gedachten gesloopt heeft. En volgens mij, zelfs de mensen van de Nederlandse Bank, die gaan daar niet eeuwig zitten. Dus Wim T. gaat nog zijn gelijk krijgen? Ik hoop dat hij het persoonlijk nog mag beleven. Dat gun ik hem ook van harte. Maar dit is wel de toekomst. Wat is er tegen om het te doen? Want het is een heel functioneel gebouw nog steeds. En het is jammer. Er zijn zoveel mensen die het gekend hebben, die dit jammer vinden. Dat is afgebrand. En daar kan je wat aan doen. Je kan het gewoon weer herbouwen. Wat is er in godsnaam op tegen? Rondom het Paleis voor Volksvlijt wil Sarfati een nieuwe woonwijk bouwen. Hij droomt van een buurt waar rijken wonen, maar ook arbeiders. Met in het hart een luxe hotel. Al die aftansen herbergjes, daar kun je de toeristen toch niet laten slapen. Bovendien, weer een stimulans voor de economie. Voor de bouw van het Amstel Hotel werkt hij samen met een bevriende architect die ook het Paleis voor Volksvlijt heeft ontworpen. Ga je springen, Hans? Zal ik? Goedemorgen. Hi. Hallo. Comité van ontvangst. Ja. Dit is een beetje familiedomein van jou. Ja, wij beschouwen het min of meer als ons eigendom, neef. Hè? Totale flauwekul natuurlijk. Maar het is wel leuk dat dit door een voorvader van mij is ontworpen. Want Cornelis Oudshoorn is wat van jou? Hij was de overgrootvader van mijn opa Jan van Ervendorens. En jij bent echt nog opgevoed met dat erfgoed? Ja, nou, min of meer. Wij wisten dat dit door een voorvader van ons was ontworpen. En ook het Paleis voor Volksvlijt, daar kennen we natuurlijk het verhaal van dat was afgebrand. Dus wij zaten ook altijd lekker te schelden op dat gebouw van de Nederlandse Bank. Want dat is natuurlijk zo... Dat er nu voor in de plaats lelijk. Gekomen is. Ja, ja. Ja. Wat een wilde, hè? Prachtig. Nog steeds. Ja. Het is nog steeds imponerend. En dan te bedenken dat het nog veel groter had moeten zijn. Hè? Het had ongeveer 4 keer zo groot moeten zijn. Maar daar was natuurlijk ook weer geen geld voor in die tijd. Wat vond de stad van zo'n pronkpaleis? Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze het veel te duur vonden. Dat was natuurlijk een enorme hoeveelheid geld die daar tegenaan ging in de tijd. Maar toen het er eenmaal stond, vond iedereen het fantastisch. Maar het heeft iets geks. Het is een plan van Sarfati, een arme arts. Die zich inzet voor de armen en die laat dit bouwen. Ja, maar zij dachten aan de toekomst. Zij dachten aan, er moet geld verdiend worden in de toekomst. Er moeten mensen naar die stad komen. Diamanthandelaren, industrie, et cetera. Zij zagen dat daar veel meer moest gebeuren. En dat die stad volledig
in elkaar geklapt was eigenlijk. Totaal failliet. Er zijn ook heel veel plannen gewoon niet gehonoreerd. Mocht hij niet doen. En daar is er dit één van. Dat was een schouwburg waarvan hij vond dat het midden op het Rembrandtplein moest komen. Suikertaart. Dat zijn uw woorden. Nee, prachtig. Kijk, er zat een bazaar bij. En er was een koninklijke loge. Die kon ook verwijderd worden als er geen koninklijke gasten waren. Dat soort van dingen. Zeer gedetailleerd. En daar komt het. Wat moest het kosten? 2.400.000 gulden. Ja, dus dat was een beetje te duur, denk ik. Dat is een soort stopera. Ja. Plus. Ja. Het Amstel Hotel is er dus wel gekomen. En jawel, er komen hoge gasten. Keizerin Sissi bijvoorbeeld. En de Sjah van Perzië met zijn gevolg. Op dat moment had het hotel nog niet in alle kamers stromend warm en koud water. Er waren in de kelder op dat moment 14 badkamers, die dus gedeeld werden door de gasten. Dus de Sjah van Perzië, met zijn hele gevolg, was in het hotel aanwezig. En die ging dus inderdaad, op het moment dat hij naar de badkamer wilde of moest gaan, ging er een hele stoet van 10 of 12 bedienden met hem mee. De trap af. Naar beneden, de trap af, want er waren op dat moment ook nog geen liften. En zo ging hij dan naar de badkamer toe. Toch blijft de grandeur van het Amstel Hotel een schril contrast met de omstandigheden waarin veel Amsterdammers moeten leven. Met de nieuwe welvaart wordt de stad juist overspoeld door armen die er hun geluk komen zoeken. Neel Dof is een van hen. Ze is schrijfster van de boeken waarop de film Keetje Tippel is gebaseerd, met Monique van de Ven en Rutger Hauer. Neel werkt als jong meisje in de prostitutie. Was Keetje Tippel, omdat zij op de straat haar lichaam moest verkopen in de donkere s'avondslaat. Ze leefde van de zonde, maar toch was zij niet slecht. Haar ongelukkig aan het einde voor de weg. God, hoe kom je hier naar binnen? Hoe ging dat vroeger? Ongelooflijk, zeg. Dit is nog helemaal zoals het was. Je kunt ook niet rechtop staan, hè? Zelfs ik niet, terwijl ik toch echt niet groot ben. En hier woonden mensen? Hoeveel mensen woonden er in zoiets? Nou, we hebben dus dat boek van Neel Dof. Die woonde in een kelderwoning met de familie en die zaten daar met maar liefst 9 mensen, dus een ouderpaar en 7 kinderen. Echt niet te geloven. En er was er 1 bedstee en daar sliepen een aantal kinderen in. De ouders die sliepen op strozakken op de grond en de grotere kinderen ook op strozakken op de grond. Er was geen waterleiding, er was geen privaat. Er was een emmer waar je het op moest doen. En op een gegeven moment heb ik gelezen dat de vader, er was geen hout, dat hij de klompen van de kinderen verbrand heeft. Zodat ze ook geen klompen meer hadden om naar buiten te kunnen. En maar ja, eventjes vuur hebben. Zo armoedig was dat allemaal. De kelderwoningen waar Neel als kind moet overleven, overstromen geregeld. Neel Dof heeft dat ook echt heel mooi beschreven. Ik kan daar wel een stukje van voorlezen. Ons hondje was verdwenen. Een stank van verrotting vervulde onze kelder en werd van dag tot dag sterker. Vader en moeder meenden dat we in een of andere hoek zeker nog dode ratten zouden vinden. Toen het water was weggetrokken, gingen ze op zoek en ontdekten het half vergane lijkje van ons hondje dat onder de bedstee was verdronken. Zo was dat dus in deze woningen. En een klein stukje verderop, daar zijn de grachtenhuizen waar de mensen met droge voeten zaten. Sarfati wil veel voor de Amsterdamse armen. Heel veel. En eigenlijk ook voor de rijkeren.
Betere huizen voor de arbeiders, fraaie panden voor de burgerij, boulevards, parken. Een heel nieuwe stad. Alleen de gemeente wil er niet al te veel geld aan besteden. Dit is het dan geworden? Ja, dit is het dan geworden. De pijp. Wat vinden we ervan? De pijp. Ja, dit is niet geworden wat Sarfati ooit voor ogen heeft gehad. Het is heel dicht op elkaar gebouwd en slecht gebouwd. Huizen storten in voordat ze waren opgeleverd. Ja, dus dit was niet het plan. De foto's zien er haast idyllisch uit. Maar achter de dunne wandjes van de huizen leeft de armoede vaak voort. Sarfati's droom van een schitterende woonwijk is niet uitgekomen. Nou vraag ik me af, die man heeft 30 jaar lang grote plannen gemaakt voor de stad. 30 jaar die weerstanden. Hoe kan dat? Er moet toch ook een soort teleurstelling in die man zitten? Ja, dat denk ik wel. Daar is niet heel veel over bekend. Maar wat wel bekend is, dat hij die tegenwerking, ja, dat hem dat extra energie gaf toch om door te zetten. En hij was eigenlijk onaflatend toch met zijn dromen bezig. Het is een gezichtje van een filosoof, Karl Popper. Optimisme is een morele plicht. Ja. Is dat een beetje Sarfati? Ja, dat is hem helemaal. Ja, omdat het moet, zal het gebeuren. Ja, dat dreef hem. Het moet? Het moet, omdat het goed is. Ja. Samuel Sarfati wordt 53 jaar. Hij sterft in 1866 na een kinderloos huwelijk. Gesproken wordt over tyfus. Mogelijk ook in combinatie met heel hard gewerkt hebben op zijn... Die man moet gewerkt hebben als een beest. Ja, dat denk ik ook. En niet heel veel voor zijn overlijden was zijn vrouw ook overleden. En hij had heel veel hartzeer daarover. Ja, dat doet iets met iemand. In die zin denk ik dat het een combinatie van verschillende dingen is geweest. En dat hij het laatst gewoon op was. Het schijnt hier ook helemaal zwart te hebben gestaan. Met duizenden mensen. Voor de begrafenis? Na zijn overlijden. En zo'n volgepakte menigte langs de straat en de bruggen. Ja, dat doet bij mij een beetje dat beeld terugbrengen van de uitvaart van Pim Fortuyn. Al die mensen langs de kant, allemaal in verdriet, gedompeld. Ja, mensen verloren echt iemand. Een volksheld verdween. Ja. Hij heeft een geest van vernieuwing doorgegeven. Geest van vernieuwing, geest van verbinding van ontwikkelingen. De dingen staan niet op zichzelf, maar die zijn met elkaar verbonden. Als je poep gaat opruimen, doet dat ook iets voor de landbouw. En zorgt dat ook voor werkgelegenheid. Dat gedachtegoed van dat de dingen aan elkaar verbonden zijn, dat vind ik van grote waarde. Wat ben je toch veranderd in die jaren? Mijn oude Amstelstad. Wat een inspirator, Sarfati. Het beloofde land dat hij voor ogen had, heeft hij zelf niet meer mogen zien, schreef een tijdgenoot. Maar hij heeft zijn stad er wel naartoe geleid. Na zijn dood beleeft Amsterdam een tweede gouden eeuw. Met het Rijksmuseum in 1885, het Concertgebouw 3 jaar later. En het jaar daarop weer het Centraal Station. Het zijn gebouwen die staan voor een welvarende, vitale stad. Vervolg op het Paleis voor Volksvlijt. Helemaal zoals Sarfati het graag had gezien. Een eeuwenlang verdrukte minderheid. Wij zijn gewoon leuker. Laat zich voor het eerst weer zien. Toontje van 8. Ja, bliksemkater zeg. Een architect gaat voor in de opmars. En krijgt een droomopdracht. Je hebt geen idee, geloof ik, van de kracht van die
katholieke beweging in Nederland. Pierre Cuypers en het katholieke bouwplan voor een protestantse natie. Er is hier eigenlijk niets lelijks te zien.